Ja hoor, Iwan. Ik hoop dat ik ook verstaanbaar ben. Hoor je mij ook? Ik hoor je wel. Ik hoor je wel, ja, inderdaad. Maar er zijn andere problemen. Maar goed, zolang we je horen, dan is het goed. Ik hoop dat het ook bij Salto te horen valt. En dan kunnen we dus in elk geval deze uitzending maken. Ga je gang. Ja hoor. Laat mij starten. De luisteraars te groeten. Goedenacht, luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit Nijmegen. Het is vandaag de overgang van vrijdag naar zaterdag dus. We zitten zaterdag bij het krieken van de dag. Het is 5 februari 2022. En het is het 14e, dat is de 14e uitzending van dit jaar, 2022. En de politieke leven in Suriname gaat zijn gangetje. In de wereld ook. Ik moet u zeggen, ik heb aan de ene kant genoten van de Afrika Voetbalcup. Waar dus de wedstrijd Egypte tegen Cameroen voor heel wat sensatie heeft gezorgd. Omdat die wedstrijd 0-0 geëindigd is. En dan moet je dan penalties gaan nemen. En ja, ik weet niet wat het is met onze Afrikaanse broeders. Maar van penalties schoppen bakten ze heel weinig. Dus Cameroen die verloor door de penalties. Ja, maar de manier waarop die jongens die penalties namen, ik dacht, het is minder dan middelbare schoolleerlingen die voor het eerst met vakantie gaan voetballen. Terwijl het voetbal zelf, wat Cameroen tentoonspreidde, was van het hoogste niveau. Ze waren ijzersterk, zaten goed op de bal. In alle opzichten waren ze eigenlijk superieur. Maar je ziet als het op mentale kwesties aankomt, want daar wil ik het over hebben. De mentale kwesties waarbij je bij een spanning prestaties moet leveren en wordt bekeken door de hele wereld en miljoenen kijkers en een bomvol stadion. Dan zie je dan gaan er zenuwen een rol spelen en dan lijkt het alsof die Afrikaanse spelers tamme lammetjes zijn geworden. En niet weten wat ze met die bal moeten doen. En dan schoppen ze hem terwijl ze kijken waar ze naartoe schoppen. Zo zacht schoppen ze naar het doel. Omdat ze bang zijn dat ze die bal buiten het doel zullen schoppen. Nou, maar goed, ik heb me op een gegeven moment. Is het een soort, ja, hoe zal je het zeggen? Het is een soort teleurstelling op het eind. Hè? Dat je dan in een spanning zit. En heel Afrika zit natuurlijk ook in de spanning. Maar nou, hoe dan ook, Egypte zit in Afrika. Het gaat om de Afrika Cup. Dus de strijd gaat door. Maar ja, eventjes een teleurstelling te verwerken. Maar goed, we gaan nu ons bezighouden met de perikelen rondom Suriname. En ik groet nog eens altijd, zoals ik altijd doe, extra alle luisteraars die nu luisteren. We hebben wat technische problemen, heb ik gehoord, dus met de uitzending. Ik hoop dat ik de gehele uitzending volgbaar ben. En altijd gaat mijn aandacht speciaal uit naar diegenen buiten Suriname die luisteren. Ja, en die die al hun best doen om op een of andere manier verbonden te blijven met ons geliefd Suriname. Ik waardeer dat zeer en samen met mij zeker de rest van onze luisteraars. En natuurlijk ons radiostation zelf. In ieder geval, ik ga mijn traditionele start op een gegeven moment. En dat was extra hinderlijk zichtbaar na het bezoek van meneer Santoki eind vorig jaar aan Nederland. Vanaf toen bleek meneer Ramadine, de minister van Volksgezondheid, als CETA-bever geplakt te zijn aan het Nederlandse beleid. En was hij
100% volgzaam en deed alles wat zijn collega de Jong in Nederland deed, deed hij enkele minuten daarna ook in Suriname. En daar was geen spel tussen te krijgen. En nu de hele wereld, en dus ook Nederland, waar inmiddels een nieuwe minister is aangetreden, dat men in Nederland ook tot het besef is gekomen dat er andere dingen spelen rondom die coronapandemie en dat men op een andere manier moet aankijken tegen deze pandemie en ook dat er andere medische inzichten gelden die men nu heeft samengevat. Maar ook dat er dus blijkt op een grote schaal te zijn gefraudeerd. Ik waarschuwde al daarvoor, maar in de hele wereld werd ervoor gewaarschuwd dat in verband met de discussie over de noodzaak van vaccinatie en de ernst van de oprukkende pandemie, de coronapandemie, er waren allerlei verschillen van mening. En toen is al gewaarschuwd dat een aantal data, een aantal gegevens uit ziekenhuizen en uit laboratoria, dat die niet klopten. Ik heb die altijd buiten beschouwing gelaten in dit programma. Maar dan verbaast het me dat als ik luister naar die minister van Volksgezondheid in Suriname, dan zegt hij, en dan laat ik het hierbij door één argument van hem even eruit te lichten. Hij noemt een aantal niet ter zake doende argumenten waarom hij juist op dit moment niet het buitenland gaat volgen. Met andere woorden, Suriname, jullie hoeven niet te rekenen dat wij in Suriname spoedig naar het nieuwe normaal zullen gaan. Daar voel ik niks voor. Dus de minister die al die tijd gewoon het buitenland kopieerde, terwijl er eigenlijk geen duidelijke signalen uit het buitenland waren, dat men een andere visie begon te ontwikkelen op de bestrijding van de coronapandemie. En juist nu de hele wereld roept om terug te keren naar het nieuwe normaal, omdat het blijkt dat de schade die al die maatregelen aanrichten, met name de jongeren die in een andere episode van hun leven verkeren. En dat is de toekomst van Suriname. En ook de economieën in de hele wereld die schade lijden onder het coronavirus. Dat heeft de wereld ertoe gebracht om genuanceerder en volgens andere strategieën te kijken naar de bestrijding van de coronapandemie. En juist op dat moment gaat onze onervaren minister in Suriname zeggen, maar ik volg het niet. Want ik voel me verantwoordelijk voor een ander beleid. En dan zegt hij het volgende. En toen ik dat hoorde, dacht ik, nou, dan weet ik het wel. U gaat me niet meer horen over deze minister. Want daar valt eigenlijk niks mee te bereiken. Want wat zegt deze minister? Deze minister zegt dat een van de redenen waarom hij gaat afwijken van de internationale trend is dat wij in Suriname een andere infrastructuur hebben. Hij vergelijkt met het beleid in Nederland en in allerlei andere rijke landen waar er een meer geavanceerde infrastructurele situatie is op het gebied van volksgezondheid. Hij bedoelt dus het gehele arsenaal aan ziekenhuizen, spoedeisende diensten, IC-afdelingen, et cetera, specialisten, dat die beter verspreid zijn in die landen en dus dat die landen het zich kunnen permitteren dat wanneer er ernstige zaken zullen uitbreken rondom het coronavirus, dat ze met hun betere infrastructuur sneller kunnen optreden. En daarom hebben die landen nemen dan het risico om terug te keren naar het nieuwe normaal. Maar in Suriname hebben wij die infrastructuur niet. We hebben minder hospitalen, et cetera.
En plotseling gaat de minister, die eigenlijk altijd beweert dat Suriname het goed doet op het gebied van de medische voorzieningen. En zelfs, hij heeft zelfs die Cubaanse artsen weggejaagd uit Suriname. En kritiek geleverd, want dat is hem kwalijk genomen. Dat hij daar waar internationaal, volgens internationale standaarden de Cubaanse medische voorzieningen en de Cubaanse doktoren en de Cubaanse medische wetenschap hoog aangeschreven staat, wist deze minister argumenten op te hoesten die duiden dat de Cubaanse artsen niet voldoende in Suriname. Nou, het is een belediging aan alle prestaties die op het gebied van de volksgezondheid geleverd zijn door Cuba. Maar in ieder geval, deze minister presteerde het om dit luid op te zeggen in Suriname, dat die Cubaanse artsen niet deugen. En hij kwam nu met het argument dat Suriname een povere infrastructuur heeft. En dus wanneer we terug zouden keren in Suriname naar het nieuwe normaal, dat dan wij minder in staat zouden zijn om als het ware urgent op te treden om een noodlijnende situatie het hoofd te bieden. We zijn te smal, te fragiel geëquipeerd. Nou, toen ik dat hoorde, het gaat mij om de denkrichting, hè. Want deze minister is zo een muggenzifter. Dat straks ga je horen dat hij gaat beweren dat ik iets verkeerds heb gezegd. Maar ik heb het over de trend van zijn denken. De richting waarin hij denkt. Dat hij dus het afwijken van de trend die je nou in de wereld ziet om terug te keren naar het nieuwe normaal, dat hij nou om zichzelf te profileren, want hij is alleen met zichzelf bezig. Deze minister is een narcist en dat merk je aan alles van hoe hij reageert op zaken. En dan zie je dat hij dan een eigen gereden richting kiest. En dan vraag je af waarvoor minister, waarvoor moet hij zich op deze manier profileren? In plaats dat hij juist nu de trend in de wereld volgt, van kijk, laten wij die coronapandemie laten voor wat die is, laten we het zo simpel formuleren, en laten wij de doen aan damage control nu. Dat zegt die wereld in feite van, jongens, het blijkt dat we met onze medische medisch wetenschappelijke analyses niet verder komen voorlopig met het bestrijden van de verschillende varianten die opduiken. Dus laten we niet al onze energie op het medische spoor gooien. En laten wij nu ook bekijken naar de schade die berokkend wordt aan bevolkingen en landen door al die beperkende maatregelen. Laten we dat een beetje terugdraaien. Dat is de trend in de hele wereld. En het is een goede trend. Het is een samenvatting van allerlei miskleunen en verschillen in de verschillende landen in de wereld. En dan moet je juist op dit moment moet je Suriname in de rij der naties laten toevoegen, laten meedraaien op die nieuwe inzichten. En dan gaat hij juist op dat moment, gaat deze narcist, gaat beweren dat hij het anders ziet. Dat Suriname een andere koers zal varen. Om de indruk te wekken dat hij al die tijd een nauwkeurig op de Surinaamse omstandigheden afgehogen beleid heeft gevoerd. Het is zo doorzichtig, zo dom eigenlijk als maar kan. En ik heb echt medelijden met het Surinaams volk, dat we op het gebied van de volksgezondheid, waar het gaat om mensenlevens, dat wij zo een slap achterlopend beleid krijgen van onze minister van Volksgezondheid. Het is jammer en ik heb medelijden met al die overbodige doelen
die vallen in Suriname, want men gaat er gewoon dood aan. U weet, corona, dat is het gevaar van die coronapandemie. Niet alleen dat je besmet raakt en dat je ziek wordt, maar dat je er ook aan sterft. En dit is een ernstige zaak om te heroverwegen. Ik hoop dat die minister op zijn besluiten terugkomt en Suriname juist op dit moment laat meedoen met de algemene trend die er in de wereld is om terug te keren naar het nieuwe normaal. En ik doe dat met de woorden van de voedseltechnoloog Ricky Stuttgart in Suriname, die een zeer lezenswaardig artikel heeft geproduceerd, waarin hij zegt met de kop Atavra et Dai, en daarmee bedoelt hij dat deze minister, die dus in het begin niets wilde weten van alternatieve visies, nu eigenlijk onder druk staat van de publieke opinie in de wereld om toch een ander beleid te gaan voeren. En dan zie je dat, daaruit blijkt het narcisme van die minister, dat hij juist op dit punt, waar hij wordt geacht met de flow mee te gaan, omdat dat de algemene trend is, daar wijst meneer Ricky Stuttgart op. En meneer Ricky Stuttgart heeft toch een reden om daarop te wijzen. Omdat in het begin meneer Stuttgart als deskundige samen met anderen in Suriname gewoon werd teruggefloten en werd afgewezen door de minister van Volksgezondheid in Suriname. En het blijkt dus op termijn dat al diegenen die druk uitoefenden op die minister om rekening te houden met Surinaamse toestanden, om rekening te houden met alternatieve geneeswijzen, om rekening te houden met culturele tradities, om rekening te houden met religieuze benaderingen van volksgezondheid, dat die minister dossier gaf. Zo zeggen we het in Suriname. Hij gaf dossier aan de Surinaamse deskundigen. En nu blijken die op termijn, op lange termijn, het gelijk aan hun zijde te krijgen. Want de hele wereld ziet dat je met betrekking tot het bestrijden van de coronapandemie een genuanceerdere opstelling moet hebben en andere gezichtspunten een kans moet geven te toetsen op duurzaamheid en op werkzaamheid. En dat is de pas die de minister in Suriname afsnijdt. Dat die daarvoor in de plaats zijn eigen mening plaatst. En dat noemt men dus ook narcisme. En ik vind het jammer, ik blijf hierop hameren, omdat een collega van ons is dus ten onrechte, ja, is hij veroordeeld door de Surinaamse rechtbank, ja, tot het betalen van een boete, omdat hij dus op straffen van gevangenneming moet hij een boete betalen, omdat hij het woord narcisme zo hebben gebruikt in een van zijn commentaren op het beleid dat gevoerd wordt door de minister van Volksgezondheid. Het is een schande dat in Suriname hier niet op gereageerd wordt. Omdat men, dat is de laffe houding van de Surinaamse pers. En ik zeg het heel duidelijk, onze pers is een pers, mijn ouders zouden vroeger gezegd hebben, of de oudere generatie, ik heb die uitdrukking lang niet gehoord, het is een beleid van lek me fesje. Heeft u gehoord van lek me fesje? Als Surinamer zegt dat je een beleid voert van lek me fesje, dan betekent een waardeloze situatie. En je ziet dus ook dat die hele media bij ons in de war is. Die hele structuren in die maatschappij kloppen niet meer, omdat zij verkeerd ingevuld zijn enerzijds. En ten tweede, de kwaliteit van het politieke bestuur in Suriname is zinder ogen aan het afnemen. En dat ligt aan zoveel oorzaken. Corruptie is de hoofdoorzaak, maar ook slecht opgeleide mensen. Als u bijvoorbeeld, om een voorbeeld te nemen, het niveau van het Nederlands dat gesproken wordt in Suriname als officiële taal, want nogmaals, ik praat niet uit een Nederlands chauvinisme zo. Ik praat
overeenkomstig de Surinaamse grondwet, die zegt dat het Nederlands de officiële taal is in Suriname, dan mag je verwachten dat de Surinamers het Nederlands goed beheersen. En ik moet u zeggen, de Surinamers beheersen het Nederlands steeds slechter. En dat kan je zien, slaat u maar de sociale media op. En kijkt u maar hoe men communiceert in chatboxen. Het taalgebruik is abominabel. Het Nederlands dat men spreekt klopt van geen kanten. En ook het Saint-Anton is slecht. Dus we beheersen niks meer. Want er worden geen kwalitatieve criteria gesteld aan het gebruik van onze talen. We streven niet naar een hoger niveau. Naar een betere taalvaardigheid in Suriname. Nee. We zitten maar in de ruimte te kletsen met elkaar, maar er gebeurt inhoudelijk niets. En dat is dus eigenlijk de grondoorzaak van de dingen, ook op het gebied van het beleid op volksgezondheid, dat alles achteruit holt. Ja, het is toch zielig dat deskundigen Suriname aan het verlaten zijn. Ja, en straks gaat u die cijfers horen. Nu ontkent men alles. En dat is altijd het geval in Suriname. En als het te laat is, bevestigt men dat er sprake was van een exodus, van een wegvloeien van gekwalificeerde Surinamers die het land verlaten. En dan moet ik u zeggen, dus samengevat, zegt men, en dan ga ik direct naar het andere nieuws over, dat men zegt, de kwaliteit van het leven in Suriname is zinder ogen achteruit aan het gaan. Behalve dat de kosten voor levensonderhoud peperduur zijn en de prijzen alsmaar stijgen, terwijl de taal die de regering uit eentje is van bagatelliseren van de situatie en doen alsof er niets aan de hand is. En dan moet ik u zeggen, het is heel triest, omdat er zo'n kleine bevolking is het. Hè? En we hebben zoveel bronnen, bestaansbronnen in Suriname, om die hele bevolking een enorme welvaart, welzijn en welbevinden te gunnen. Ja, en dan zie je dat we toch niets van bakken. En daarom hebben een aantal luisteraars hebben de afgelopen periode, doordat ze inzicht kregen na het luisteren naar de analyses, hebben ze zich afgevraagd, hoe komt het dat Suriname zo achteruit gaat? Wat ligt het aan? We hebben zoveel geleerden, we hebben een redelijk goed opgeleide bevolking, maar niks in Suriname loopt op een of andere manier. Het klopt niet. Nou, u begrijpt dat het niet met één regel te beantwoorden is. Want je kunt niet zeggen, we deugen niet. We deugen wel degelijk. Maar dat er geen vooruitgang wordt geboekt, betekent dat niet de juiste personen op de juiste plaatsen zitten in Suriname. En dat ligt aan vele factoren. En een van de hoofdfactoren is de corruptie, waar ik telkens op terugkom. Maar in ieder geval, ik ga snel naar de orde van de dag, wat de berichten betreft. En helaas moet ik weer voor de zoveelste keer wijzen op overbodige, ik leg de nadruk op het woord overbodig, overbodige verkeersdoden. Ja, en nu is het weer een vrouw, een motorfietser, ja, die om het leven is gekomen doordat zij tegen een pick-up aan is gereden, die een verkeerde manoeuvre maakte. En dan, weet u, ja, ik kan me blijven ergeren, maar ik zal het toch moeten blijven doen om hierop te wijzen dat wat de feitelijke invulling is van die constatering van mij, dat de kwaliteit van het leven in Suriname achteruit gaat. Dan ga ik u zeggen wat ik in een persbericht lees over deze fatale aanrijding, waarbij een vrouwelijke verkeersdeelnemer is komen te overlijden. Dan staat er een toedracht van de aanrijding, dat de motorfietser, die reed in diezelfde richting als een truck, hoor. Ze reden niet tegenover elkaar, nee.
in dezelfde richting. En in Suriname heb je linksverkeer. En dan wordt er gezegd dat die truck waar tegen die vrouw is gebotst, ja, die maakte een manoeuvre. Ja, die ging naar links of naar rechts. Maar dan in het artikel staat dat hij naar rechts ging. Dus hij moest die andere weghelft oversteken om naar rechts te gaan. En tegelijkertijd zou die motorfietser die truck hebben willen inhalen. Dus die truck heeft geen voorrang verleend. Ja? En dan zie je dat er in het bericht verder niets gezegd wordt over, over die bestuurder. En je leest ook geen bericht meer of je wordt vervolgd. Ik heb altijd gepleit nu dat men steeds meer de overbodige verkeersdoden, dus de aanrijdingen met dodelijke afloop door gewoon grote fouten van wegdeelnemers, om die te gaan zo zoetjes aan te gaan bijschrijven en te gaan rekenen tot de verkeerscriminaliteit. Ja, men doet het gewoon af met een kleine overtreding. Je hoort verder niets van die dader. En de familie van de motorfietser, die heeft een dode te betreuren. En die zit dan met de gebakken peren. En dan gaat Suriname gewoon verder. Wij hebben geen respect voor het leven. Dat is wat ik wil zeggen. En dat doet me pijn. Dat we op die manier omgaan met onze burgers. Ja, het is een appel aan de politie voor de zoveelste keer. Om het verkeer in Suriname rigoureus aan te pakken. Want men sterft nodeloos in het Surinaamse verkeer. Ja? Vandaag ga je je huis uit, er mankeert jou niets. En je kan toch geconfronteerd worden met de dood in Suriname. Omdat er van die maloten zijn, van die onverantwoordelijken, die onverborgen. Nogmaals, ik heb het niet over vergissingen en coïncidenties, et cetera. Nee, ik heb het over gevallen in het verkeer waar duidelijk zichtbaar is dat er sprake is van onkunde, onhandigheid, misbruik van alcohol, alcoholgebruik dus, enzovoort. Dus waarbij je duidelijk een schuldvraag kan stellen en de overbodigheid kan afleiden uit de analyse van het verkeersongeval. Dan zie je van, eigenlijk zomaar sma het dede. Zo zeg maar het in Suriname. Je dede, voor die denk je in het demoro. Ja, laten wij gezamenlijk die verantwoordelijkheid nemen en er snel wat aan doen in Suriname. Het verkeer met zo weinig wegen nog in veiliger banen te leiden. En ik heb er bij een paar andere analyses op gewezen dat er zo'n 300.000 auto's in Suriname zijn. Op de 600.000 inwoners betekent per 2 inwoner, ja, heb je een auto. Per 2 inwoners heb je een auto. En dat is veel te veel voor het kleine Suriname met een beperkt wegennetwerk. En het wegennetwerk is niet groot, maar de wegen zijn nog steeds, met uitzondering van bepaalde geasfalteerde hoofdwegen, is het in verschillende buurten. En als je dus op kleinere schaal gaat kijken in wijken, et cetera, is de wegsituatie abominabel. En het is niet zelden, en dat zijn ook, dat is ook een oorzaak die verschillende verkeersdoden heeft veroorzaakt, namelijk dat men uitweekt voor gaten in de weg. Ik heb in verschillende wegen in Suriname, u weet het, de mensen die in Suriname wonen, weten waarover ik praat, dat in sommige wegen de gaten zo groot zijn dat de omstanders, de mensen die in de buurt wonen, een stok in het gat hebben gezet met een vlag of met een herkenningsteken van mensen, let op, hier is een dodelijk gat. Dat is toch erg, man. En dan wordt er gerapporteerd bij het ministerie dat daarvoor verantwoordelijk is, bij het ministerie van Openbare Werken en Verkeer. En dat om te appelleren
dat men die wegen moet repareren en moet bijhouden. En er wordt niet geluisterd en er wordt in ieder geval niet gehandeld. Ja, maar goed, ik moet één uitzondering maken, want bij OW is men wakker geworden na zoveel klachten en is er een beetje werk gemaakt van het schoonmaken van de binnenstad. En dus ik heb het gezien op foto's en er is over geschreven. Er is nu, naar aanleiding van al die klachten van de Surinaamse bevolking, wordt er werk van gemaakt om bijvoorbeeld het zwerfvuil in de stad aan te pakken. En dat is op, in ieder geval een goed begin, maar we zijn er nog lang niet. Maar goed, ik wil niet depressief worden bij het brengen van het nieuws. Dus ik geef ook die goede kanten, geef ik weer. Maar nogmaals, er moet een veel grotere vaart gebracht worden in het aanpakken van gewoon overbodige dingen die verkeerd gaan in het land. En dat heeft te maken met ons fatsoen, onze mores, onze zeden en gewoonten. Die zijn ook onderhevig aan een zekere ontwaarding, deflatoren situatie. En ik zou zeggen, laten we met z'n allen, laten we niet alleen maar de regering de schuld geven van dingen. Laten we ook onze eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat is precies het verwijt dat ik bij het begin van het programma maakte aan in de richting van de minister van Volksgezondheid. Dat het er niet om gaat om de man te besmeuren of te bekladden, maar om erop te blijven hameren dat hij de eigen verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de burgers en de communicatie met die burgers niet moet onderschatten. Ja, hij moet niet een beleid maken van bovenaf, want dat gezag heeft hij niet. En hij moet niet individueel gaan bestrijden met zijn rechtsmiddelen, omdat hij politieke macht heeft als onderdeel van de Surinaamse regering, om burgers het leven zuur te maken. En dat gebeurt constant in Suriname. Het personifiëren van alles. Ruzie zoeken met medeburgers. En dan jouw politieke macht misbruiken om die mensen te frustreren. Laat die minister, men zegt, beter ten halve gekeerd dan de hele gedwaald. Laat die minister eigenlijk een pas op de plaats maken. En met name al die processen die hij deze en gene aan het aanspannen is, om daar een eind aan te maken. En ook hij moet terugkeren naar het nieuwe normaal. Ja, is een appel aan deze minister. Dan wil ik erop wijzen dat de zomaar die vragen die gesteld worden, zijn voor mij belangrijk. Dat er een zekere onachtzaamheid is. Of laten we zeggen, het dysfunctioneren van het politieke bestuur in Suriname. Want daar komt alles op neer. Er wordt gevraagd, hoe komt het dat deze regering Santokki er niets van bakt? Iedereen heeft het nu gezien, ik hoef het niet te blijven herhalen. Want dat was ook het dilemma bij het begin van, toen ik me voorbereidde op dit programma. Dat ik dacht van, je kunt wel niet bij elke uitzending alleen maar dingen die verkeerd lopen, het licht erop te laten schijnen en analyseren. Je moet ook perspectief kunnen bieden. Maar dan stuit je op iets dat er niet is. Namelijk, dat je ziet dat er geen inhoud is en geen visie. En dan ga ik nou met een sneltreinvaart de overige berichten onder de vergrootglas houden. Nederland heeft vanaf 1954... heeft Nederland een beperkte soevereiniteit aan Suriname verleend. Hè? En dat is vastgelegd in het Koninkrijksstatuut. Het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is een, op zich een leuk stukje juridische samenvatting van onze status. Maar er zitten ook heel wat onwaarheden in. Dus het hele statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Het is gebaseerd geweest op bedrog. Het is gebaseerd geweest op de angst bij de Nederlandse kolonisator om Suriname te verliezen. Omdat men de ervaring had dat men Indonesië aan het verliezen was. Toen heeft men tegelijkertijd, en dat is vanaf 1942, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, heeft men signalen uitgezonden middels de speeches van de koningin Wilhelmina in die tijd. Heeft men, en bekend is de radioreden van 1942, heeft men bekendgemaakt met de bedoeling dat de oren in de West-Indië, en dat zo noemde men het gebied Nederlandse Antillen en Suriname, heeft men signalen uitgezonden aan die bevolkingen die Nederland aan het helpen waren in die oorlog. Van jongens, heb geduld. Wie is niet zo ongeduldig als die Indonesische nationalisten? We denken aan jullie, maar we zitten in problemen. Dus zodra die oorlog voorbij is, zullen we jullie onafhankelijkheid, jullie soevereiniteit schenken. Zullen we ervoor zorgen dat jullie politiek onafhankelijk worden. En dat heeft men in fase zogenaamd gedaan. Al moet ik zeggen dat die fase behoorlijk lang waren. Want pas rondom de eeuwwisseling zijn de Antillen aan de beurt gekomen. En Suriname in 1975. Maar in ieder geval, hoe kun je dan die verzelfstandiging samenvatten? Nou, het komt eigenlijk hierop neer dat daar de kern zit van wat er in Suriname, en ook op de Antillen hoor, die volgen ook, in Suriname en op de Antillen, het punt waar het fout gaat, zijn die gebieden, die bestuurlijke sectoren, ja, die te maken hebben met het koloniale bestuur. Namelijk, dat zijn de financiën. Toen in 1954 het statuut van kracht werd, ja, op 15 december 1954, toen heeft men zich gefocust op twee terreinen. Financiën en buitenlandse zaken en buitenlandse belangen van de koloniën. Dus, en u moet onthouden, dat zijn de twee kernsectoren waar die hele samenleving op draait. Waar je soevereiniteit aan kunt ontlenen. Ja? En het Nederlands kolonialisme heeft ervoor gezorgd dat wij het slechtst opgeleid zijn in die twee gebieden. Financiën en buitenlandse zaken. En we zijn niet alleen slecht opgeleid. Die weinige deskundigen die er zijn in die sectoren, ja, zijn ook niet te vertrouwen. Die hebben een verkeerde inborst. Ze weten niet waar hun loyaliteitsgevoel naartoe moet gaan. Die zijn nooit politiek geschoold. Er is nooit gedaan aan politiek bewustzijn in die koloniën van ons. Op het moment dat jij met je politieke opinie een beetje oppositie wilde voeren tegen het gezag van de koloniale bazen, dus dat is het Nederlands gezag, dan werd je gezien als dissident. Je werd gezien als terrorist, als ruziezoeker. Je was communist. Men gebruikte vaak die beschuldigingen, het zijn communisten. Op Curaçao was het Vincente Obrero. Ja, Papa Godet, die in 1969, die 30 mei, in feite zijn vuisten balde en zeggen: luister, met die Curaçaose arbeider valt niet te sollen. Ja, en dan word je direct, wordt het stempel op je gedrukt van je bent communist, je bent bezig de boel in de war te gooien, je bederft het spel, je bent een nestbevuiler. Zo word je behandeld. Ja? En in die andere eilanden zie je dat diegenen die hard hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog voor Nederland, Boy Ikuri en andere politici, ja, die hun hart op de juiste plek hadden, ja, dat die eigenlijk nooit goed zijn beloond voor hun nationale inzet om de Antillen te behouden voor Nederland. En dat gaat wringen, dat gaat schuren, zegt men. Hè? En daar krijg je dus al die problemen van in Suriname ook. Suriname
is in 1975 onafhankelijk geworden. Maar dan zie je dat precies op die terreinen, financiën en buitenlandse zaken, zie je dat Suriname spillebeentjes heeft en er niet in slaagt met een politieke formule, gebaseerd op een politieke visie, ja, een nieuw beleid te voeren en die bevolking op dat spoor op te voeden, te heropvoeden in de postkoloniale fase. Je ziet dat we daarin tekort schieten en dat brengt allerlei problemen met zich mee. En dan ga ik wijzen op dat nu, ja, ik sla even een stukje over in de geschiedenis. En dan zie je dat de regering Santokki, die nu regeert, die terugvalt. Kijk, op het moment dat je inhoudelijk niks te vertellen hebt, dan val je terug op primitieve verdedigingsmechanismen. En één daarvan is het racisme, het etnische denken van het handelskapitaal, van een kleine groep puissant rijke Surinamers die nu gekoppeld zijn aan die politieke macht van president Sentiga Pesat Santokki en hem allerlei dingen influisteren. En die maken een conctie, die maken een contract, een overeenkomst met de VVD, het liberalisme in Nederland, het vrij denken van de VVD, maar het ook etnisch-racistisch denken van binnen de VVD. De VVD, dat weten we. Ik haal maar één uitspraak van de heer Rutte aan, Mark Rutte, die het niet vanzelfsprekend vindt dat het gepast is dat Nederland de verontschuldigingen aanbiedt aan de bevolkingen van de Antillen en Suriname voor het gevoerde slavernijbeleid in de slavernijperiode. Men vindt dat maar, dat moet gewoon kunnen. En nu is het kenmerk van die regering in Suriname dat Chandrika Prasad Santokki, die begint dat signaal af te geven aan de VVD-regering in Nederland van luister, wij hebben ook geen problemen met de slavernij, hoor. Het zijn die Afrikanen die dat probleem hebben. Maar wij willen samen met de Germanen, de blauwoogige, witte de Europeanen, willen beleid maken. En die zwarte een beetje onder controle houden. Dat is de teneur van het beleid van de huidige Surinaamse regering. En dan kunt je zich voorstellen, omdat meer dan 50%... van de Surinaamse bevolking een Afrikaanse afkomst hebben, dan of heeft, ja, zoveel procent heeft een afkomst uit Afrika, meer dan 50%. En dan begrijpt u dat is die basis van die onvrede. Omdat men niet het gevoel heeft dat men gerepresenteerd wordt, dat men vertegenwoordigd wordt door een politieke kracht die overspiegeling is van wat het volk wil. Die politieke kracht die nu aan de regering is, wil iets anders. En het duistere is dat ze dat niet eerlijk uitspreken. Dat is die oneerlijkheid die er heerst. En er is pas geleden dus een rapport verschenen waarbij het blijkt dat Suriname van de bijna 200 landen in de wereld rondom de 150ste plaats zit wat betreft betrouwbaarheid van investeringen. We hebben een enorm slechte naam in de investeringswereld. We zitten samenwerkingsplannen te propageren. Onze president heeft de hele tijd over samenwerking met Brazilië, samenwerking met Guyana. Maar hij heeft zijn bevolking niet eens uitgelegd hoe hij denkt over de ontwikkeling van Suriname en in welk opzicht hij die samenwerking met Brazilië nodig heeft om in Suriname vooruit te komen. Hij legt niet uit waarin Guyana Suriname kan helpen vooruit te komen en dat dus de basis is van dus de relevantie van het willen samenwerken met Guyana. Dat wordt niet uitgelegd, waarbij dus bij een heleboel mensen een soort onvrede is van, en een onzekerheid van wat zoekt die man in de regio.
Wat zoekt Suriname met Venezuela? Waar de hele democratische westerse wereld kritiek op heeft. Waar er een regime heerst dat gekoppeld is aan een soort dictatoriaal communisme. Ja, in Venezuela heeft men het openlijk uitgesproken. Dat men geen enkel respect heeft voor de mensenrechten en vrijheden van de mens, democratische vrijheden. Dat Suriname in dat hoekje constant zit te wroeten. En dus maar niet los wil komen van die socialistische landen die niks te maken hebben, heel arm zijn in die regio. Daar is meneer van Buitenlandse Zaken, de minister, op gericht. Ja, hij richt zich op Guyana. En men wil bruggen bouwen naar Guyana. Allerlei dingen met het buitenland doen. Zonder de Surinamer uit te leggen wat het uitgangspunt is. Wat het belang is van Suriname. Want het gaat toch om Surinaams politiek. En dan wijs ik u erop ook dat er pas geleden meneer Thomas Kloumeiki, het is een hele moeilijke naam, Kloumeiki, het is een Canadees, die is een luchtvaartexpert, die heeft een onheilspellende en vernietigende verklaring afgegeven over de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Dat we niet deugen. Ja, dat de Surinaamse luchtvaartmaatschappij zeer een twijfelachtige toekomst heeft. Dat de ICAO en de FAA, dat zijn luchtvaartautoriteiten in Amerika, de gang van zaken moet gaan onderzoeken, zegt deze deskundige. Ja, de Canadese luchtvaartexpert. En hij somt een aantal dingen op. Ik heb het heel ding geanalyseerd. Ik ben het voor u nagegaan. En dan moet ik u zeggen, die man heeft 100% gelijk. En hij schetst een vernietigend oordeel over de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Suriname Airways, de SLM. Namelijk, hij zegt dat het een paria. Dat zijn de woorden van meneer Kloumeiki. Ja, die zegt, de SLM is een paria in de internationale luchtvaart. De SLM heeft een aanbesteding gedaan voor een General Cargo Service Agent. Het gaat 2 maart in van dit jaar, 2022. En hij zegt, hij wacht te betwijfelen of daar op gereageerd zal worden. Want de SLM bestaat al niet meer, zegt hij. De SLM is dood. Is kapot. En alleen de Surinamers willen het niet weten. Hebben het niet geloven. Zitten nog allerlei nieuwe dingetjes te proberen. Een Nederlandse directeur aan te stellen voor een gigantisch salaris. Allerlei mensen in dienst te nemen. Bij een maatschappij die eens kan vliegen. Pas geleden is mevrouw Draaibaar. Is een paar maanden aangesteld om de communicatie te verbeteren van een noodlijdend lichaam dat op weg is naar de dood. Ja, en die man gaat door. Die man zegt, dus alleen die cargo-afdeling, zegt hij, draait een beetje, omdat daar particulieren gewoon een vracht moeten vervoeren en winst maken en betalen bij hun eigen belang. Hij zegt dus dat onderdeel gaat een beetje, maar dat heeft verder op het totaal niks te zeggen. SLM heeft geen eigen vliegtuig. Ja, hij zegt volgens de ICAO-regels is de SLM geen luchtvaartmaatschappij. Want hij zegt, die Intern Civil Aviation Organization zegt dat je als je 60 dagen niet vliegt, geen activiteit hebt, je aan allerlei andere controles moet worden onderworpen, omdat je dan niet geacht wordt een luchtvaartmaatschappij te zijn. En dat is een organisatie die vanaf 1947 door de Verenigde Naties is opgericht. In Montreal, Canada. In ieder geval, hij zegt dat internationale deskundigen hebben voorspeld dat in dit jaar 2022 de SLM definitief in elkaar zal storten. En hij bidt God dat het niet is ook middels een ramp. Maar dat men gaat inzien dat de SLM gewoon dood is. En dat ding moet gaan begraven. En nu, je kan zeggen, een stervensweg moet gaan voorbereiden. Om ervoor te zorgen dat de dood van die SLM,
dat het niet die hele Surinaamse economie naar beneden trekt. Hij zegt, de IATA heeft een prestatierapport geproduceerd waarin is geschetst dat het een totale puinhoop is binnen de SLM ook. Ze hebben onderzoek gedaan binnen het beleid van de SLM en niets deugt. Nogmaals, internationale prestatierapporten zeggen dat, niet ik zeg dat. Weinig buitenlandse investeerders hebben vertrouwen in Suriname, omdat Suriname een slechte reputatie heeft. Dat zegt deze expert in de luchtvaart. Dat het wereldwijd bekend is dat Suriname de slechtste luchtvaartmaatschappij is ter wereld. Ja, en dat is in 1921 al geconstateerd dat de SLM rijp was om gewoon te stoppen. Ja, hij praat, die man is hij niet mijn woorden, zijn woorden. Dat reeds in 2021 de SLM was ingestort, geïmplodeerd. Er was eigenlijk niks meer te halen bij de SLM. Al in 2021. Ja, dat was toen Santoki al aan het bewind kwam. En dan zie je dat wordt ontkend door die regering. Het gaat over de huidige regering, hè, heb ik het. En de SLM heeft een schuld van 80 tot 103 miljoen euro. En het is ongeveer 80 tot 100 miljoen dollar, man. Boven gerekend in euro's. En ik zal u niet vervelen met die nieuwe directeur die is aangesteld. Want ik gun die man zijn directoraat. Ja, laat hem maar dat wrak levend proberen te houden. Maar dat maakt met alleen maar domme rikkelwijs. Dus dat zegt die man. Als je alles op een rijtje zet, bestaat de SLM. De Suriname Airways bestaat al lang niet meer. En hij zegt, men doet er goed aan om faillissement en liquidatie zo gauw mogelijk aan te vragen. Dat is een reëel scenario, zegt hij. Dat zijn de woorden van deze Canadese luchtvaartexpert die de noodbel rinkelt voor de SLM. En hij zegt, dat komt ook door slecht leiderschap en gebrek aan visie. Dat de SLM maar 3 vliegtuigen heeft. En zo gaat die man door, hoor. Ik heb een paar dingen voor u gewoon even op een rijtje gezet. Dan ziet u dat er in het buitenland kritisch is nagedacht over de SLM. En dat SLM, die maar maximaal ooit 3 toestellen heeft gehad, niet kredietwaardig is, omdat ze alleen maar toestellen leasen en het op een verkeerde manier leasen. Ze leasen onverdieniger, contracten sluit men. En hij zegt dat technisch gezien de SLM ook al niet geregeld wordt tot luchtvaartmaatschappijen met zijn 3 vliegtuigen die ze hadden en die ze verloren in 2021. Dat heeft men in het buitenland bijgehouden. En een vliegtuigmaatschappij zonder vliegtuig bestaat niet. Het criterium om vliegtuigmaatschappij genoemd te kunnen worden is dat je minstens 1 vliegtuig moet hebben dat vliegt. En hij zegt dat de Federal Aviation Administration, de FAA, Suriname, vraagt Suriname te onderzoeken dat hij dat ook erop zal nazien. En dat de Suriname te veel de nadruk heeft gelegd in het verleden op het registreren bij allerlei internationale luchtvaartautoriteiten. Maar dat die niet kijken naar registraties. Ze kijken naar jouw praktijk. Wat doe je? Al ben je geregistreerd en klopt die registratie. Maar dat kan je door fraude, kan je dat lekker glad strijken. Maar je moet in de praktijk laten zien dat je functioneert. En het nieuws is dat de SLM de laatste tijden overal strand en incidentenpolitiek aan het voeren is. Door met allerlei leasemaatschappijen in zee te gaan en overal hulp te vragen en te bedelen. En het laatste wat ik wil zeggen, en dan eindig ik het programma, want ik zie dat het behoorlijk laat geworden is. Namelijk, die meneer, die luchtvaartdeskundige uit Canada, die zegt dat het als klap op de vuurpijl, zegt hij, ja, heeft Suriname een kapotte Boeing vliegtuig. In slechte staat geretourneerd aan Boeing, ja. En dat Boeing heeft gezegd dat de staat waarin een geleased vliegtuig
teruggebracht wordt, dat het niet klopt. De staat waarin Suriname dat afgeeft. Dus men is ook niet in staat om een adequate maintenance op te zetten in Suriname. Dus op geen enkel terrein scoort Suriname iets positiefs. En hij zegt ook dat het blijkt dat Suriname, om in de lucht te blijven, nooit gebruik heeft kunnen maken van eigen personeel. En dus bij die leasing, bij die leasecontracten, constant gesjoemeld wordt met het personeel van andere maatschappijen. Ja, die moeten bijspringen. En dan samen lapt men alles bij elkaar en dan is er een bij elkaar gelapt toestel dat de lucht in gaat. En daarom maakt hij zich zorgen om de toekomst van de SLM in Suriname, Suriname Airways. En nogmaals, hij zegt samenvattend, SLM, Suriname Airways, heeft nu voor hem de status van een illegale maatschappij. Een niet-legale maatschappij die de naam draagt luchtvaartmaatschappij te zijn, maar waarvoor ze in de luchtvaartmarkt en de luchtvaartwereld iedereen waarschuwen om geen zaken te doen met de SLM, de Suriname Airways, dat deze internationale deskundige rekent tot een van de slechtste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Jammer voor het slechte nieuws, maar hiermee moet ik eindigen. Dit was het voor deze keer. Ik had veel meer willen behandelen, maar ik ben zondag weer aan de beurt. Dus ik nodig u uit om zondag te luisteren, want dan ga ik het hebben over hele belangrijke zaken en over de oorlog in Oekraïne en de Surinaamse betrokkenheid mogelijk bij domino-effecten in de politiek. Dit was voor deze keer. Ludwig van Mulier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht en ik zou zeggen, odi odi, tot de volgende keer. Ludwig, bedankt en tot de volgende keer.